Met Nate van der Kous. Overijssel wil 5 nieuwe landgoederen laten aanleggen in de provincie. Al die oude kasteeltjes en bomenlaantjes zijn natuurlijk prachtig, maar het mag allemaal wel wat gevarieerder. Vandaag beslissen provinciale staten of de nieuwe landerijen mogen worden aangelegd. Ook wordt er kritisch gekeken naar the place to be. Kortom, waar mag je straks je nieuwe paleis laten aanleggen? Goedemiddag, dit is het OTV News en ik ben uw host, Nate van der Kous. Met vandaag, als je dwars door Overijssel rijdt, dan zie je ze op veel plaatsen nog liggen. Mooie landgoeden met statige witte landhuizen en landerijen. Maar het is allemaal oude koek. Al jaren zijn er geen landgoeden meer bijgekomen en dat vindt de provincie jammer. De landgoeden zorgen voor spectaculaire landschappen, een betere omgeving en een leuke pleister place voor toeristen. Het mag altijd greener. En daar helpen nieuwe landgoederen bij. Bij het voorstel voor het experiment nieuwe landgoederen worden particulieren in de gelegenheid gesteld ergens te bouwen waar het niet mag anders. Maar er is een snake in the grass. Er moet nieuw groen met een publieke functie aangelegd worden. Met andere woorden, jij een dreamhouse, de buurman een mooi park erbij. Om meer zicht te krijgen op de mogelijkheden en de maatschappelijke meerwaarde van nieuwe landgoederen, heeft de provincie Overijssel besloten tot een experiment nieuwe landgoederen. Dit experiment kent zijn eigen spelregels. Provinciale staten bespreken ze vandaag. De staten zullen moeten wikken en wegen. Er zijn net zoveel dingen die voor het plan zijn als zaken die tegen het voorstel zijn. Dankzij nieuwe landgoederen kun je parken aanleggen langs de rand van de stad, waar normaal gesproken geen geld voor was geweest. Landgoederen zorgen voor behoud en herstel van het bestaande landschap. En het is ook goed voor het milieu, door bijvoorbeeld het aanleggen van een nieuw bos. Langs dat bos zie je dan ook meer wandel- en fietspaden verschijnen, of bijvoorbeeld een landgoedcamping, waarbij die stinkende boerderijen dan mooie landhuizen worden. Plus, rijke mensen komen ineens weer in het dorp wonen. Goed voor de lokale economy dus. Naast al die mooie dingen zijn er ook veel nadelen. Niet iedereen is blij met zo'n kasteel langs de oprijlaan. We hebben onze razende reporter naar zo'n lekker authentiek landgoed in Twente gestuurd om te peilen hoe erover wordt gedacht. Rob, waar zit je nu? Nou nee, ik zit op landgoed Zingraven. Dat zit vlakbij Denenkamp. En als ik zo om me heen kijk, het is wel een beetje een openluchtmuseum hier hoor. Ja, ik zie het hoor. Alsof time stood still daar aan die oude gebouwen te zien. Nou, het zijn niet eens die oude gebouwen waar ik het over heb. Maar kijk eens goed. Allemaal Japanse toeristen en bejaarden. En weet je wat het allerergste nog is? Ze willen allemaal dat ik een foto van ze neem voor de oude watermolen. Oké, dus voor de toeristen loopt zo'n landgoed wel. Wat kunnen mensen er dan op tegen hebben als er nog een paar bijkomen? Nou ja, het plan dat nu voor ligt heeft wel een paar nadelen hoor. Het belangrijkste is dat het ten koste gaat van landbouwgrond. En hier vinden de mensen echt niet dat die grond stinkt hoor. Integendeel, ze kunnen er straks veel minder koeien op kwijt. Nou, er zijn er ook nog boerenbedrijven die willen groeien. Ja, die kunnen straks geen kant meer op. Want ja, eerst het landgoed en dan komen er natuurlijk een paar campings en een paar fietspaden. En voor je het weet zit alles op slot hier. Nou, dat willen ze niet. Dan zijn er ook nog natuurlijk mensen die zeggen van ja, die toeristen die komen hier wel onder het motto van nou, we gaan eens even lekker de natuur in. Maar zo milieuvriendelijk is het allemaal niet, want ze komen allemaal met de bus en met de auto. Ja, en tot slot, wees eens eerlijk, je zal hier aankomen rijden als varkensboer met je trekker. En dan moet je parkeren naast die Bentley van die landgoedeigenaar. Ook niet echt relaxed. Zeg maar nee, nou met honger, jing zo aan. Maar goed, ik moet er weer vandoor. Er staan weer een paar toeristen, ze willen graag dat ik een foto van ze neem. Dus dit was Razende Rob van OTV Nieuws. Tot de volgende keer. Oké, het is duidelijk dat de lokale bevolking er niet altijd blij mee is. Er is minder grond beschikbaar voor de lokale farmers, die dan ook niet kunnen uitbreiden. En bovendien lopen al die leuke landweggetjes vol met auto's van dagjesmensen. En die dikke PC-hoofdtractor van de nieuwe eigenaar van het landgoed doet het ook niet goed in de dorpsstraat. Oké, de politiek is dus nu aan zet. Benieuwd wat ze gaan besluiten. Very exciting stuff allemaal. We schakelen nu live over naar de Statenzaal in Zwolle om te zien wat er gaat gebeuren. Tot zover deze speciale nieuwsbroadcast. See you later!